Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waarin het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president Santokki ontvangt Anti-Money Laundering Steering Council. ROM-minister geeft uiteenzetting van rapport Staat van het Klimaat Suriname. Veiligheidsgevoel moet terug in de samenleving en twijfels om te vaccineren, laat u zich informeren. President Chandrika Prasad Santokki heeft zich op 30 juli laten informeren door de Anti-Money Laundering Steering Council. Landen ondernemen internationaal maatregelen om hun financiële systemen te bewaken en te beschermen. Ook Suriname wil een gezond en transparant financieel systeem waarbij vervuild geld er buiten gehouden moet worden. Kijkt u mee naar het verslag. Vandaag heeft de president een meeting bijeengeroepen na de installatievergadering begin van deze maand. De installatievergadering van de Anti-Money Laundering Steering Council, die door de president zelf wordt voortgezeten. De council waarin er vakministers erbij zijn die te maken hebben direct of indirect met het vraagstuk van anti-money laundering, de bestrijding van de financiering van terrorisme, de bestrijding van de financiering van proliferatie, dat is handel in wapen en munitie. En die vakministers, om er een paar te noemen die erbij betrokken zijn, zijn de minister van Justitie en Politie, de minister van Financiën, de minister Bibes. En de governor van de Centrale Bank van Suriname, de waarnemend procureur-generaal, die zitten, nemen deel in de Anti-Money Laundering Steering Council. We hebben sinds 2013 reeds een steering council gehad, maar die bestond toen uit drie functionarissen, de minister van Financiën, de minister van Justitie en de governor van de Centrale Bank. Anno 2021 is er beslist dat de steering council wordt verruimd. Die verruiming heeft inmiddels plaatsgevonden en zoals ik het net heb gezegd, wordt die voorgezeten door de president zelf. Dat is het hoogste politieke besluitvormingsorgaan die ook internationaal wordt aangeduid in aanbevelingen van onder andere de Caribbean Financial Action Task Force om een zo hoog mogelijke politieke verantwoordelijke functionaris in het beleidsdomein te laten functioneren. Om het anti-money laundering beleid en alles wat daarmee te maken heeft te helpen formuleren en daar uitvoering aan te geven. Dus de Steering Council heeft dat als domein, als werkgebied. En begin van de maand is ook geformeerd een projectimplementatie unit opgehangen aan de Steering Council om uitvoering te geven aan besluiten van de Steering Council, maar tegelijkertijd ook voorwerk te doen voor de Steering Council ten einde besluiten te nemen en deels of geheel belast te worden met de uitvoering van die besluiten. Dat is dus een lichaam opgehangen aan de Steering Council, maar in de instellingsbeslissing besluit, in het besluit van instelling van de PIO, de Project Implementatie Unit, is er tevens voor gekozen dat de PIO schakelt met de Nationale Anti-Money Laundering Commissie. De Nationale Anti-Money Laundering Commissie is een commissie waarin vertegenwoordigers zijn van en de overheid, justitie en politie, justitie, politie, meldpunt ongebruikelijke transactie, het Openbaar Ministerie en daarnaast ook van het Ministerie van Financiën. Van de Belastingdienst en van de Gaming Board. Nou, deze functionarissen die hebben in hun instellingsbeschikking staan dat ze onder meer op het beleidsniveau voorbereidende werkzaamheden verrichten voor de Steering Council, die dan de voorbereidende beleidsactiviteiten beoordeelt, besluit ter zake daarvan, en uitvoering, beslist tot uitvoering daarvan. En de uitvoering kan opdragen of van de NAMLAC of van de PIO. Nou, dat zijn de drie kaders die zijn geformeerd. En
na de installatie van de Steering Council, de PIO, begin van deze maand, heeft de president gevraagd om enkele documenten op te stellen. Eén daarvan is een actieplan die de PIO heeft bediscussieerd en opgesteld. En dat hebben we vandaag gepresenteerd, waarin we 8 directe actiepunten hebben benoemd. Die hebben toegelicht waarin het vorm moet krijgen. En uit de vergadering van vandaag is er dus groen licht gegeven om daar verder uitvoering aan te geven. Tegelijkertijd hebben wij in onze PIO-deliberaties kunnen vaststellen dat er een aantal aandachtsgebieden zijn die eveneens geadresseerd moeten worden. En hebben wij die aandachtsgebieden voorgelegd aan de Steering Council om daar het besluit te nemen. En vandaag is onder andere besloten dat een aantal van de aandachtsgebieden worden gebracht naar de naar de regeringsvergadering. Steek u de vergadering van de Raad van Ministers. En ik heb begrepen dat al de komende week aandachtspunten, althans de meest urgente, zullen worden voorgelegd aan de regeringsvergadering, CQ de Raad van Ministers. Minister Silvano Tjanahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft in gesprek met CDS een uiteenzetting gegeven van een recent uitgegeven klimaatrapport. Het rapport Staat van het Klimaat Suriname is van de week gepresenteerd en overhandigd aan de president en vicepresident. In het rapport wordt op basis van wetenschappelijk onderzoek de klimaatontwikkelingen in Suriname beschreven. Ook de verwachtingen, dreigingen, risico's op het gebied van infrastructuur, landbouw, watervoorziening en de te voeren acties worden belicht. U hoort meer hierover van de minister. Officieel is de naam de State of the Climate Report. Het rapport is in Engels uitgekomen. Het is een uitgebreid rapport, een onderzoek. Dat is ontstaan uit de behoefte om beleid te maken op basis van data, van echte scientific data. Het onderzoek is een jaar geleden begonnen door en gesponsord door de IDB, door zowel lokale als internationale deskundigen, om te kijken naar de effecten van klimaatverandering op Suriname. En dat op een heel, zeg maar een wetenschappelijke manier, waarbij er is gekeken naar een aantal factoren waar we het straks over kunnen hebben natuurlijk. Maar ja, het rapport is gelaunched enkele weken geleden op een internationale conferentie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, waar ministers van milieu en anderen aanwezig waren van heel Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. En daar is dus het rapport aangeboden aan ondergetekende door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Waar gaat het rapport over? We zullen in grote lijnen aangeven welke zaken zijn aan de orde gekomen in dit rapport. Het rapport heeft een focus op de trends, de klimaattrends eigenlijk, van wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van klimaat, waarbij vooral wordt gelet op neerslag, dus de regenval, wordt gelet op vochtigheidsgraad en is gelet op de temperatuur, om maar een paar elementen te noemen. Die zijn allemaal bekeken in het verleden en ze zijn bekeken en er zijn projecties gemaakt voor wat er in de toekomst zal gebeuren bij ongewijzigd beleid als de vervuiling, zeg maar de uitstoot van broeikasgassen, als het dezelfde trend blijft behouden. Op de tweede plaats is gekeken naar de effecten van klimaatverandering op de landbouw, op de infrastructuur, op de bosbouw, op de watervoorziening en de waterhuishouding. En dus die zaken daar zijn dus verkozen om te kijken, die sectoren. Van kijk, wat gebeurt er als we deze scenario's krijgen, als we deze ontwikkelingen krijgen voor wat betreft klimaatverandering. En verder is in het rapport een risico-index waarbij is gekeken naar een aantal factoren om dus een index te maken zodat kon worden vastgesteld
welke gebieden precies het meest kwetsbaar zijn, waar we het meest op moeten letten. En dan zijn er algemene aanbevelingen binnen het rapport. Nou, laten we kijken naar bijvoorbeeld voor wat betreft het klimaat, is op basis van een aantal modellen gekeken naar, zoals ik eerder zei, de temperatuur, de neerslag, de vochtigheidsgraad en noem maar op. En daar zijn een paar opmerkelijke conclusies getrokken, projecties gemaakt zou je moeten zeggen, waarbij er is berekend dat met name de gemiddelde temperatuur in Suriname op lange termijn, dus aan het eind van deze eeuw, met ongeveer 5 graden Celsius zal toenemen, wat toch wel redelijk alarmerend is. Dat is de gemiddelde temperatuur die dus zal gaan van ongeveer 27 graden Celsius naar 32 graden Celsius. Voor wat betreft de maximumtemperaturen die we kunnen verwachten, zien we dat er een stijging is tot wel 39 graden Celsius. Over het algemeen heeft men geconcludeerd dat men veel langere periodes van warme nachten zal krijgen. Dat is dus bijna geheel het jaar zullen we vrij warmere nachten noteren. En dat de regentijden sterk zullen verkorten. Maar dat betekent dus ook, de verkorting van de regentijden betekent niet dat er geen wateroverlast zal zijn. Want men heeft tegelijkertijd geconcludeerd dat die kortere regentijden gepaard zullen gaan met veel heftigere regenval. Dus veel meer regen binnen een kortere tijd. Dat is dus absolute verandering van wat we gewend zijn. En deze projecties zijn niet alleen gemaakt voor de lange termijn, maar eigenlijk ook voor de middellange termijn. En die trend dus moet u daar ergens tussen zien. Dus dat wil niet wil zeggen dat onze generatie niet zal meemaken wat dat betreft. Het veiligheidsgevoel moet terug in de samenleving. Met het oog daarop is een samenkomst geweest met president Chandrika Prasad Santokhi, de Veiligheidsraad en de ministers Krishna Mathura van Defensie, Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. U hoort de waarnemend procureur-generaal Garcia Paraxin en minister Ramdin. Nou, dit is een meeting van de Veiligheidsraad van Suriname. En de bedoeling van deze meeting is geweest om de stand van zaken door te geven, te bespreken met betrekking tot actuele zaken die zich voordoen in Suriname met betrekking tot de veiligheid. Als we starten met het stukje veiligheidsaspect. Hoe is het gesteld met de nationale veiligheid, maar ook in het bijzonder de algemene veiligheid in Suriname op dit moment? We kunnen zeggen dus dat met betrekking tot de nationale veiligheid, dat er toch wel op dit moment sprake is van een dreiging van die nationale veiligheid. En dat kunnen we zeggen op basis van de spraakmakende zaken die we de afgelopen tijden hebben gehad. En die de samenleving ook wel bezighouden. Dan praat ik bij deze over de zaak van de diefstal van de wapens uit de wapenkamer van de ex-president van het land. We hebben de zaak gehad van de 3 verkoolde lijken die zijn aangetroffen. We hebben verder de zaak gehad van de diefstal van geld uit het bureau Nieuwe Haven. Dat zijn allemaal zaken die de samenleving bezighouden. En dat zijn zaken dus die we hier vandaag hebben besproken. Nou is het niet de taak van de regering om deze zaken aan te kaarten of op te lossen. Echter is dat volledig bij het Openbaar Ministerie. Heeft u een rapportage of een weergave van wat de stand van zaken op dit moment is van deze 3 spraakmakende cases? Ja, deze 3 spraakmakende cases worden allemaal onderzocht onder leiding van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft een team samengesteld, bestaande uit officieren van justitie, de politie erbij, forensisch onderzoek, forensische opsporing, verder ook leden van de militaire politie. Het onderzoek wordt gedaan, wordt geleid door het Openbaar Ministerie en op die manier gaan we dus te werk in deze zaken. Minister, een belangrijke spraakmakende zaak is natuurlijk de wapendiefstal. Bij de gewezen president Bouterse, is daarover ook gesproken?
Daar is ook over gesproken en er is een stand van zaken gegeven van het onderzoek. Ik kan u hangende het onderzoek natuurlijk niet in detail vertellen wat er gaande is. Maar in ieder geval, het heeft de volledige aandacht van de president en van de autoriteiten. En wij zullen wel ervoor zorgen dat niet alleen binnenland, maar ook in het buitenland de nodige ondersteuning wordt gevonden. Waaronder bij Interpol om na te gaan waar deze wapens zijn, als ze niet meer in Suriname zijn. Dus dat is wat ik ervan kan zeggen op dit moment. Maar dit zijn allemaal zaken die van belang zijn om die nationale veiligheid te garanderen. Om ervoor te zorgen dat een stukje een veiligheidsgevoel er is bij die samenleving. En daarom wil ik benadrukken dat de regering nadrukkelijk bovenop de zaken staat. En eigenlijk nadrukkelijk aandacht schenkt aan deze zaak. We willen niet dat er een situatie van onveiligheid ontstaat of illegaliteit in het land. Dat is niet de bedoeling en daar zal hard in gegrepen worden. Ook voor wat betreft de personen die in overheidsdienst zijn en zich lenen voor dit soort dingen. Integriteit is belangrijk en de president heeft nadrukkelijk de instructie gegeven om te handelen waar er gehandeld moet worden. Ook wanneer het gaat om individuen die hand- en spandiensten hebben verleend aan deze criminelen. Wat zal er specifiek gedaan worden om de veiligheid weer te garanderen in de samenleving? Nou, in ieder geval zal er een sterkere aandacht zijn voor de criminele, voor de criminaliteitssituatie. We gaan meer samenwerking aan binnen- en buitenlands. Een betere coördinatie van de verschillende diensten die betrokken zijn bij handhaven van orde en veiligheid. Dus politie, militairen, DNV, de adviseurs, maar ook het kantoor van de procureur-generaal. Wij zullen zeker internationale ondersteuning zoeken voor wat betreft capaciteitsvergroting, trainingen. Maar ook wanneer het gaat om equipment. Het zijn allemaal belangrijke zaken. Maar in ieder geval wil ik aangeven dat de regering bovenop deze zaken zit. En ook begrijpt dat we niet kunnen wachten tot zaken gaan escaleren. Dat is zeker niet de bedoeling. En vandaar dus deze actie in deze commissie. Volgende week komt de commissie weer bijeen om na te gaan wat er is gebeurd. Ook hetzelfde geldt voor acties die in het binnenland ondernomen moeten worden door de minister van Justitie, Politie en Defensie. Bij delen van de samenleving bestaat nog altijd het complotdenken dat COVID-19 niet bestaat. Indien het er wel zou zijn, dan zou het de bedoeling zijn de mensheid uit te roeien of mensen van uiterlijk te doen veranderen. U zal zelf wel eens een of ander verhaal gehoord hebben dat niet op waarheid berust. De waarheid is dat COVID-19 ook een virus is zoals de wereld die eerder heeft gekend. Echter, dit virus is zeer besmettelijk en dodelijk. Reden waarom er wereldwijd snel gehandeld is om te komen tot een vaccin dat bescherming kan bieden. Als mens zijn wij na geboorte ook ingespoten met vaccins die moeten beschermen tegen ziekten of aandoeningen. Dat is ook het doel van het COVID-19 vaccin. Bescherming dus. Het is normaal dat u twijfels heeft en zich niet wil laten inenten. Laat u zich daarom informeren. Door te vaccineren helpt u besmetting tegen te gaan. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Een fijn weekend toegewenst.